Wat we dus gezien over de afgelopen paar honderd jaar is dat het aantal diersoorten achteruit gaat en ook de veerkrachtigheid van de ecosystemen waar ze in leven. Dus aan de ene kant wil je meer biodiversiteit hebben. Achterliggend betekent herstel dat de processen die in ecosystemen aanwezig zijn, al die processen worden eigenlijk verstoord door hoe wij met onze landschappen omgaan. Ik ben Javier San Giorgi en ik ben de curator van Utopia Eiland. Utopia Eiland is een project van Stichting Weerwoud. En wij laten hier op Utopia Eiland zien hoe je ecosystemen kunt herstellen en tegelijkertijd ook voedsel kunt verbouwen voor de mens. Want wij geloven dat als je de mens onderdeel laat zijn van het ecosysteem, dat we als mens echt een positieve kracht kunnen zijn in het herstel van deze ecosystemen. En dat is een groot vraagstuk wat we hebben voor de komende 10 jaar om klimaatverandering tegen te gaan. Ja. Op Utopia Eiland heb ik 3 landschappen ontworpen en ook aangelegd. En in elk landschap laten we zien hoe je eigenlijk in verschillende landschappen van de stad ecosystemen kunt herstellen. Nou, aan de oostkant hebben we het schoolplein. In het midden hebben we een recreatiezone waar we een bostheater hebben. Daar leggen we een voedselbos omheen aan voor de wildpluk. En aan de westkant, daar hebben we een agroforestryperceel. En het agroforestryperceel laat zien hoe kunnen ook boeren op grotere schaal hun landbouw in gaan richten met bomen of struiken. We hebben hier het agroforestryperceel. Het agroforestryperceel herken je doordat er bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouwgewassen of aan die kant veeteelt. Hier hebben we de strokenteelt met een 1-op-8 rotatie. Dus we hebben hier aardappelen, zomergerst, boontjes, wortelen, bietjes, uitjes. En we hebben ook een rustgewas hier staan. Mij slaakt er eentje over, maar goed. En als je dus boom of struiken plant, wordt het systeem elk jaar rijker. Want die bomen die blijven misschien wel 20, 30, 50 jaar staan, of misschien wel 100 jaar. En daar kan een heel complex, divers en veerkrachtig ecosysteem omheen zich opbouwen. Van insecten, van vogels, van bodemdieren, etc. Dan kunnen we dus en herstellen en voedsel produceren. De amandelboom, die staan echt super vroeg in bloei al. En eerder hebben we al van de walnoot de walnocello gemaakt. Dat is een biologische walnotenlikeur. Nu zijn we bezig met amandelen om daar een andere product mee te maken. We proberen een veganistisch kaasje te maken. Dus we proberen een kaasplankje te maken. Allemaal van producten van het eiland die uniek zijn. Die helpen het verhaal te vertellen. Maar ook ons helpen om dingen te gaan verkopen. Wij willen laten zien over wat het wel mogelijk is. En dat het juist ook heel leuk is om te doen. Want ons doel is niet alleen om op ons eilandje te gaan zitten. Maar om het ook echt uit te gaan dragen en meer mensen op te leiden dat ze het ook elders kunnen gaan doen.